Absoluut. En dan die match van gisteren. Jongens, jongens. Zoveel geklungel in één match. Ik heb daar nog niet veel gezien. Hè. Oh. Hey, wat is er? Ja, je bent er niet bij. Hè. Ik heb gisteren niet gekeken naar de match. Oh, jij? Hey, hier, de grootste voetbalfan van school. Ja, ik had geen zin. Weer aan uw vriendin aan het denken? Sinds dat wij uiteen zijn, voetbal zegt mij niks meer. Dat is maar tijdelijk. Hey. Wacht tot je nu vlam leert kennen. Oh, je zult wel gelijk hebben. Maar het was dan een slechte match. Je hebt niks gemist. En die arbiter. Ik heb hem uitgescholden. Doortje wilde de tv afzetten. Ja, maar zo erg was het. Hé, wat was dat van Doortje? Je zei het er al. Maya, dat is nu Doortje. Aangenaam, dag Doortje. Laat mij eens raden. Jij geeft turnen. Hoe heb je dat gezien? Toch niet aan mijn outfit. Maya is mijn sympathiekste collega. Ah ja, ze geeft turnen. Hè? En ze is ook voetballiefhebber. Ik heb zelf nog gespeeld, in provinciale. En goed zelfs. Allee, dan is het spijtig dat jij geen man bent. Pardon? Ah ja, dan zou Paul u kunnen vragen om mee te doen met de kampioenen. Ze kunnen een goede speler goed gebruiken. Kom. Als je mijn ploeg gaat beginnen uitmaken, dan zijn we weg. Zeg. Doortje, Paul. Ja. Ja. Misschien tot later, hè? Maya? Dat is precies een sympathieke, hè? Ja, ik heb ze graag. Ja, dat is niet moeilijk. Het is een sportieve, ze kent wat van voetbal. Meer moet dat voor u niet zijn, hè? Meer moet dat niet zijn, hè? Wat doe jij dan eigenlijk bij mij? Je moet niet bang zijn. Zij kan mij niet geven wat jij mij geeft. Amai, Bieke, je bent precies beu. Oh, ja. Ik probeer al weken een project voor te stellen aan mijn baas, aan mijn collega's. En niemand op het werk heeft daar tijd voor. Die zitten allemaal liever op het café. Ja, doe het dan op café. Daar luisteren ze ook niet. Zeg je? Dat ze daar ook niet luisteren. Op het moment dat ze mijn materiaal zien uitpakken, dan zijn die weg. Ja. Bieke, je wilt dus niet dat ze weglopen en ze zitten graag op café. Ja. Nou, huur dan een café en doe de deur op slot. Maar ik doe niet onnozel. Nee, Bieke. Hallo. Ma. Huh? Ma, dat doe je toch niet? Ma, Bieke. Ja, ma, binnenkomen zonder te kloppen. O, zeg maar, dat doe jij bij mij toch ook? Dat is niet hetzelfde. En daarbij, dat is hier geen café, hè? Ah, nee. Want als er café zou zijn, dan konden we je collega's hier uitnodigen. Waarom heeft hij het? Ik probeer al weken met de... een project, hè, voor te stellen aan mijn baas en aan mijn collega's. En ik ben op zoek naar een goede locatie. Een locatie die op slot kan, zoals een café. Bij ons op het werk zijn ze gewoon aan heel speciale plaatsen, zo trendy zaken. Ah. Ja, en bij u natuurlijk is het maar een gewoon stom café, maar... Ze trekken altijd naar fabrieken, of oude pakhuizen of magazijnen. Maar magazijnen? Doe het bij Fernand? Mark, bij Fernand. Alleen met al die rommel. Ja, maar Bieke, als we nu de receptie bij Fernand geven en je laat daarna uw gasten naar hierboven komen. En ik doe de deur op slot. Maar houd nu toch een keer op met die deur op slot. Ja. Maar de rest, dat is geen slecht gedacht. Allee, Bieke, Fernand zijn kot gebruiken. En die gaat dat niet goed vinden. Een nee heb je, een ja kunt je krijgen. En vragen staat vrij. Het volgende plaatje is een deur die plots opengaat. Voor Bieke Krukke van... Mark. Inderdaad, van Mark. Doe niet op. Oh, weet je wie dat ik gisteren gezien heb? Uw lerares turnen. Ah, Wiske. Nee, Maya. Ja, Wiske is haar bijnaam, mijn ma. Wiske, dat is grappig. En wie is er dan, Suske? Paul. Paul? Ah, allee, Paul. Dat is toch niet echt een Suske, hè? Nee, maar Maya is ook niet echt een Wiske, hè, ma? Als je begrijpt wat ik bedoel.
Allee, Suske en Wiske. Ja, spik en span zeggen ze ook, maar dat vind ik eigenlijk minder. Spik en span? Ja, of Jip en Janneke, Kwik en Flupke, Hans en Grietje, Nicole en Hugo. Maar waarom zeggen ze dat eigenlijk? Omdat die altijd samen zijn, tje. Altijd samen? Mm-hmm. Ja, buiten de les, hè, ma. Maar wij dan? Ik wist niet dat die zo goed overeen kwamen. Amai, die komen niet gewoon goed overeen. Die amuseren zich rot. Ze staan daar altijd te lachen. Paul, lachen? En hier thuis is die altijd zo serieus? Ja, hier thuis valt er ook helemaal niks te lachen, hè, ma. Zeg. Fernand, ik heb uw magazijn nodig. Magazijn? Toonzaal zeker, hè? Ja. Ik ook, dus jij hebt pech, hè? Het is maar voor één dag. Wat zou jij met mijn toonzaal doen? Oh, ik ga dat hier wel allemaal moeten opruimen, hè? Opruimen? Vergeet het, zeg. Dan vind ik er niks meer terug. Ja, en nu wel zeker? Ja. Fernand, het is voor een feestje, voor de collega's van het werk. Feestje? Voor die dikke nekken van de marketing. Vergeet het. Ja, voilà, ik wist wel dat het niet ging gaan. Hè? Nee, dat zal niet gaan, zeg maar. Want zo'n dag sluiten, weet je wat dat kost? En het zijn nu al zo slechte tijden. Gaan de zaken dan niet goed, Fernand? Markske, heb jij de laatste tijd hier nog klanten gezien? Nee. Maar, Fernand, dat komt misschien omdat ze de weg niet vinden. Ja, dat weet ik ook. Misschien moet je de zaken wel helemaal anders aanpakken. Ja, ken dat. Zo advertenties plaatsen en zo. Weet je wat dat kost? Ja, nee. Je moet gewoon zorgen dat hier mensen naartoe komen die veel mensen kennen. Ja, wat vind je die? En dat die mensen heel enthousiast hierover vertellen. Ja, en waar vind je die? Je geeft ze een hapje, een drankje. Maar nee, je zorgt dat ze content zijn. En waar vind je die? Nu, je weet, Fena, contente mensen, die kopen veel. Dat is allemaal waar, maar waar vind je die? Ja, het moeten natuurlijk mensen zijn die hun wereld kennen. Mensen met geld. Mark, waar vind je die? Bij Bieke. Bij mij? Oeh. Ja, natuurlijk, Bieke. Als jij nu heel beleefd aan uw collega's vraagt of ze alstublieft naar een receptie bij Fernand willen komen. Ah. Oh, nee. Mark, dat weet ik niet, hoor. Bieke, dat weet je nu toch wel doen. Oh, al mijn collega's hier. Ja, maar pas op, Bieke. Ik zorg voor de hapjes en de Fernand voor de drank. Ja. Maar Bieke, dat moet je me nu toch gunnen. Ah, wel, het is goed. Ja, omdat je het zo schoon vraagt, Fernand. Merci, Wieke. Merci. Ah, wel, Mark, als je nog eens op zo'n gedacht komt, daar was ik zelf nooit opgekomen, hè. Nee, hè. Ja, maar jij ook missen, hè. Madame Reclam. Ja. Allee, kom. Is dat Maya nu niet? Tja, ja. Maya, wie is dat? Chic, model spoor bij gedacht. Ja, maar haar stuurt aan de verkeerde kant. Dat is een collega van Paul. Oh. En wat komt hij hier doen? Supporteren, hè? Gelijk wij. Vrijwillig. Hey, dag iedereen. Hey Paul, dag Doortje. Dag Maya, komt je supporteren? Ah ja, natuurlijk. Ik wil Paul zijn ploeg wel eens bezig zien. En, zijn we aan het winnen? Ah, niet echt. Ons mannen zijn vandaag niet in vorm. Oh ja, ons mannen zijn nooit in vorm. Zijn u geïnteresseerd in voetbal, mevrouw? Ah oh ja, Maya is zelf vroeger nog gespeeld. Maya, die heeft nog in provinciale gespeeld. Dat was wel iemand van ons die in de fout ging, hè? Dat is niks, Majakke. Bij ons komt het toch niet op vader. Ik ook meer of minder.
Ik vond het Zeg, die Maya, die komt wel heel goed overeen met Paul, hè? Oh, ja, maar dat zijn goede collega's, hè, Carmen? Amai, moest Xavier zo overeenkomen met zijn vrouwelijke collega's? Oh. Je moet niet beginnen, hè? Ik beginnen? Daar is al lang iets bezig. Mag jij? Och, arme toortjes. Allee, het is dus niet alleen de liefde voor voetbal dat wij gemeen hebben. Je hebt ook graag een Grand Cru. Ja, maar ik vond het nu wel spijtig dat je juist vandaag zou komen kijken. Ah, waarom? Maar ja, nu gaat je nog denken dat we niet kunnen voetballen. Hè. Ja, wij kunnen ook niet voetballen, hè, papa? Allee, kom. Ik bedoel alleen maar, zo zou je nog gaan denken dat ik een slechte trainer ben. Hè? Ja, maar je bent ook een slechte trainer, hè, Paul? Papa, dat heb ik niet. Wel? Ze lacht niet, hè? Je hebt daar Cherie gefronteerd. Zeg, het is genoeg, hè, Carmen? Je moet eens zien hoe dat ze u in doog houdt. Die is gewoon maar even naar mij aan het kijken. En jij zou beter uitkijken. Wow. Ja, jij bent stekenblind. En jij ziet spoken. En jij ziet niks. Het wordt hoog tijd dat jij eens een nieuwe brilletje koopt. Ik een nieuwe bril. Ja. Ella! Geen zotte kosten doen, hè, Doortje. Dat is pas een nieuw montuur. Nieuw. Maar het is toch een heel schoon, als ik dat mag zeggen. Ah, vind je? Allee, dank je. Ah! Ja. Zij het hier eindelijk? Oeh. Ja, en dan zeggen ze van ons dat wij veel tijd nodig hebben in de badkamer. Ja, maar wij waren wel echt vuil. Oh. Ah, Doortje, het is uw beurt om de truitjes te wassen, hè. Alsjeblieft, Doortje. Ja, juist nu ze zo smerig zijn. Ja. Doortje, kom. Ja, geef maar mij, ik moet toch nog wassen. Oeps. Amai, jij hebt chance, Doortje. Ja, maar dat is om het goed te maken van die penalty. Penalty? Ik heb daar nu op gelet. Ik heb hem gemist. Allee, Pascalke, voor mij een dag schotel, ik ben uitgedroogd. Ja, ik gooi dat dan wel eens binnen in de loop van de week. Zeg, je bent zeker, hè, dat je het niet erg vindt? Maar belangen niet. Dat is toch in een wip gebeurd? Als ik kan helpen met die wip. Allee, dat ziet er al goed uit, Fernand. Sieder. Amai, Fernand. Mark, we vliegen erin, hè. Dat ga jij toch niet aan mijn klant... Wat? Aan uw klanten geven. Ja, is het weer niet goed genoeg? Ja, er zit hier geen alcohol in. Maar alcohol, Mark, we gaan er toch geen zatte bende van maken. Ja, maar hoe rapper dat ze zat zijn, hoe rapper dat ze kopen, hè. Ja, dat is waar. Ja, ik kan misschien beter nog een bak bier gaan halen. Bier? Champagne? Champagne? Fernand, die mannen die drinken alleen maar champagne. Ja, precies. Weet je wat dat kost? Hey, Fernand, dat reken jij toch gewoon door in de prijs van uw antiek? Ja, natuurlijk. Ik heb nog wel ergens een flesje staan. Een fles? Van één fles wordt het hier niet zat, hè? Twee flessen. Zat, hè, Fernand? 10 flessen. Hoe zat er Oliver? 15. Weet je wat? Poepeloeren zat. 20. Ah. Oh. Verkocht. Hier, het werkt al. Man, nee, gij. Ik denk, hè, dat die Maya nu stiekem aan het truitje van Paul zit te ruiken. Carmen, jij bent zot. Ja, waarom wou ze anders die truitjes wassen? Ik vind dat maar vies. Allee, Doortje, in de liefde is er toch niks vies? Allee, dat zeggen ze toch. Carmen, jij bent ook weer bezig, hè. Maar het gaat niet lukken, hè. Ik vertrouw mijn Paul. Ja, en dat weten maar al te goed. Waar is hem nu? Naar het café. Oh, en jij gelooft dat? Die is al lang bij zijn minnaresse. Oh, maar nee, waarom zou die dat doen? Die zien elkaar toch iedere dag op school? Oh, dus je bekend. Oh, Carmen, je brengt me helemaal van de wijs. Ik? Jij bent niet goed wijs, ja? Ik zou toch maar eens controleren of dat er geen lippenstift op zijn kleren hangt. Lippenstift? Maya gebruikt dat niet. En waarom niet, denkt u? Om niet betrapt te kunnen worden. Oh. Hey. Stoor ik? Nee. Kom maar binnen, Maya. Ik kom de was terugbrengen. Amai.
Dat was vlug. Ja, het zal een vluggertje geweest zijn, hè. Je woont hier mooi? Ja, ik woon hier graag. Ja, en Paul ook. Ik ben eens terug weg. Doortje, tot ziens. Ja, tot ziens, hè. Ja, zeg, nog eens bedankt, hè. Dat is graag gedaan. En als er nog eens iets is, je weet mij wonen. Nee, eigenlijk niet. Nee? Vraag dat gewoon aan Paul, die weet dat zeker. Salukes. Ja, salukes, hè. Ja, ja. Paul weet waar ze woont. Dat was wel echt heel onbeleefd, hè. Zoiets doet er niet. Nu nog beter. Ik moet u toch beschermen? Nee, ik moet niet beschermd worden. Zeg, heb je het nu nog altijd niet door, Doortje? Maar allee, als Paul en Maya iets zouden hebben, wat, dan zou die toch hier niet komen? Uit nieuwsgierigheid. Ja, om te zien hoe Paul hier woont. Ja. Oh, ik zou toch eens graag een vlieg zijn in die school van hun. Ik denk dat ik nogal rode kaken zou krijgen. Oh. Gij. Ja. Ja, je moet mij niet geloven, hè. Maar waarschijnlijk gebeurt daar toch het een en het ander. Ja, je weet toch dat de turnlerares toegang heeft tot de douches. Maar nu is het genoeg, hè, Carmen. Ik meen het. Paul, die pakt altijd een bad. Wow, zeg. Kijk, het klinkt precies goed tussen nu en de kampioenen, hè? Maar ja, dat is een plezante bende. Spijtig dat er geen vrijgezellen meer bij zitten. Allee, toch niet van het vrouwelijke geslacht. Ik zou natuurlijk kunnen proberen van een van de vrouwen te bekeren. Dat gebeurt, hè, Paul? Bieken of Carmen. Of Doortje. Doortje? Allee, die laat zich niet bekeren. Die wordt veel te goed gezwaaieerd door mij. Zeg nooit, nooit. En ik moet zeggen, Doortje, dat is volledig mijn type, hè. Dat heb ik wel al gezien. Ja, jij keek nogal naar haar. Och, onnozelaar. Zit toch niet bang dat ik onder uw duiven ga schieten, zeker? Wat Doortje betreft, daar ben ik gerust in, ze. Wat een fijne verrassing. Dag, Doortje. Doortje, wat doet jij hier? Ik heb uw eten mee. Mijn eten? Maar ik heb mijn eten toch bij? Hier, het is bijna op. Oh, nu dacht ik dat je dat helemaal vergeten was. Allee, dan ben ik voor niks naar hier gekomen, hè. Ja, maar blijf toch eventjes, hè. Maar ja, dat gaat toch niet? Doortje, heb je al iets gegeten? Nee. Ah, wel dan. Hey, kom toch zitten. Kunt die boterhammetjes toch ook hier opeten? En iets om te drinken, zo. Oh, nee, nee, dank u. Ik lust geen koffie. Allee, ze lust alleen thee. Dat is nu toeval, hè, Paul. Ik heb juist groene thee bij. Is dat goed, Doortje? Ja, mag jij dan? Dan drink ik uw koffie wel op. Ah, alleen merci dan, hè. Zo. Voilà, laat het u smaken, hè. Maya, jij lust toch geen koffie? Uw koffie niet, Polk, maar die van Doortje. Wieke, die 20 stoelen, waar moeten die staan? Mark, ik weet het niet. Er is hier geen plaats. Maar nee, ons bed staat in de weg. Oh, we zijn nog niet begonnen en het is al mislukt. Maar nee, Bieke. We gooien gewoon ons bed buiten, hè. En waar gaan we het zetten? In onze tuin. Hebben wij een tuin? Nee, Mark, we hebben geen tuin. Oh, al chance, maar ik heb nog nooit het gras afgereden. Maar nee, Bieke, we zitten het gewoon bij Fernand. Bij Fernand, bij Fernand. Hey, Mark, alsof dat zou mogen. Die... Nee, maar rustig, Bieke. Ik zorg dat alles in orde komt. Oh, ik ben op van de zenuwen. Ik weet niet meer waar mijn kop staat. Nog altijd op uw nek. Een asbak. Oei. Ik moet een asbak vinden. Een asbak? Maar hier mag toch niet gerookt worden? Ja. Ha, met een baas die rookt. En tegen uw baas kun je geen nee zeggen. Nee, dat is waar. Ah, is mijn film? Nee, 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 Mark. Nee, het is geen film. Ik heb dat nodig voor een... Maar er is hier geen plaats. Rustig, Bieke. Komt allemaal in orde. Ja? Ja.
Kom daar nou in, Notenbieke. Ja, Carmen, ik ben dus langs geweest, maar ik heb mij compleet belachelijk gemaakt. Hè? Zaten ze naast elkaar? Ja, maar dat wil toch niks zeggen? Nee, normaal niet. Maar in hun geval. En keken ze niet raar toen dat jij binnenkwam? Ja, natuurlijk. Ha, ziet het wel? Ah ja, omdat ze mij daar niet verwacht hadden, natuurlijk. Voilà, ze zijn betrapt. Maar Maya die was heel vriendelijk tegen mij. Ja. Maar achter uw rug zitten ze goed uit te lachen. Maar nee, ik denk het niet. Ho, ik zou hem maar eens goed aanpakken. Hè. Hij gaat ontkennen. Voilà, dat weten genoeg, hè, Doortje. Als ze ontkennen, zijn ze schuldig. Wel, ja, het is goed. Ik zal het hem dan vragen. Maar je zult zien dat daar niks aan de hand is. Hij is er. Ja, zeg, maar hou mij op de hoogte, hè, Doortje. En sterkte, hè. Ja, dag, Carmen. Wel. Wat kwam je daar nu eigenlijk doen op school? Niks. U eten brengen. Nou, kom aan. Jij denkt toch niet dat ik dat geloof, hè? Ik kwam gewoon eens kijken hoe dat eraan toe gaat in de leraarskamer. Jij kwam mij precies controleren. Ah, is dat dan nodig? Nee, natuurlijk niet. Wel, dan is dat toch niet zo erg? Nee, maar iedereen lachte wel met mij. Hè? Ja, zoiets doet je nu toch niet? Zeg, er zijn erger dingen, hè, Paul. Dingen die je zeker niet doet. Ja, nu kan ik niet meer volgen. Je weet toch dat ze u Suske noemen? Suske? Allee, wie noemt er mij zo? Iedereen. En uw aanhoudster die heet Wiske. Nou, wat? Je moet u niet van kromme naas gebaren, hè, Paul. Iedereen weet het en ik weet het nu ook, hè. Ja, maar waar heb je het nu over? Maar over u en Maya. Dat jij samen iets hebt. Maya en ik? Doortje, dat kan niet. Wat? Maar ik heb het toch gezien, hè, Paul? Ik weet niet wat je gezien hebt, Doortje, maar ik zweer u dat er niks is tussen Maya en mij. Dus jij ontkent? Ja, natuurlijk. Voilà, dat is het bewijs. Je ontkent, dus het is waar. Maar nee, en dan laat me nu eens 2 seconden uitspreken. Nee, jij hebt al meer dan genoeg gezegd, Paul. Naar schijn staat jij altijd te lachen en te babbelen met haar. Ja, maar... En met mij lacht jij nooit. Maar wilt je mij nu eens laten spreken? Nee, ik ben antwoord. Ik ben dus niet achterlijk, hè, Paul. Jij bent mij gewoon aan het bedriegen. Wow. Het feit dat je ontkent, zegt genoeg. En dat ik zoveel vertrouwen in u heb gehad. Hè? En ondertussen werd jij gewoon met dat vrouwmens bezig. Oh, dat had ik echt niet van u verwacht, hè, Paul. En toen ze het mij kwamen zeggen, dacht ik nog dat het niet waar was. Maar ik heb het nu wel gezien, hè. Ze gaf u kusjes zo. Ik heb het gezien. Maar wat heeft dat vrouwmens nu dat ik niet heb? Een trainingspak. Wilde jij dat ik een trainingspak koop? Oké, ik zal een trainingspak kopen, ja. Maar jij belooft dan wel dat ik haar nooit meer gaat zien. En als jij mij een beetje graag ziet, hè, dan neem jij vanaf nu morgen in die school ontslag. Nee, dat is misschien een beetje overdreven. Nee, maar ik wil wel dat je van school verandert, hè. Dat je haar nooit meer ziet. Nooit meer. Paul! Heren, privé! Kom maar, mannen. 3 kwartier zo duur, dus nog iets vol, hè. Schot in de rozen, Mark. Ja, nou, de champagne werkt, hè. Amai, bedankt. En heb je al iets verkocht? Yep. Ja. Allee, dan ben jij content. Heel content. Ah, het leven is schoon, hè. Een biekje met stralende ogen. Oh, kijk, die mensen zijn geïnteresseerd in iets. Kijk. Als ik je kan helpen, moet je het zeggen. Hè? Voilà, hier, kom aan. Hier, zij, hier. Oh. Je staat precies op een boot. Een geweldig idee, Bieke. En een prachtige locatie ook. Als u ook zo tevreden bent... Oh. Als u ook zo tevreden bent over mijn project, Adela. Project. Straks. Doe mij nog eens wat van die hapjes. Ja, maar tegen u kan ik niet nee zeggen, hè. Ah, nee. Oh. Wat gebeurt er? We zitten Fernand nu bezig, ze. Ik sla mij dood. Maar nee, Bieke, dat kun jij toch niet aan doen? Ja, maar... Die worden hier hoe langer hoe zatter. Ja, plezant, hè. Ja, maar die gaan nooit meer horen wat dat ik te zeggen heb. Ja. Luid spreken, hè, Bieke. Ja, luid. Hoe krijg ik ze naar boven? Langs de trap.
Mark, stop met opscheppen, hè. Eer dat hem dat allemaal op heeft. Bieke, uw baas heeft een bord met hapjes gevraagd. En tegen hem kan ik toch niet nee zeggen? Ja. Ah, nee. Ah, nee. Ah, nee. Ja, maar, vrouwen kunnen toch onredelijk zijn, hè? Tegen wie zeg dat? Xavier! Ah, dat is Sjoeke. Oh, nee, ik bedoel, ik heb daar geen last van. Jij bent niet Turk, madame. Dat is toch te belachelijk. Ja, ik weet het, voorzitter. Maya, die was meer geïnteresseerd in mij. Oeh, dan heeft ze dat heel goed kunnen verstoppen, Baltas. Ja. Maya was zeker niet geïnteresseerd in u, voorzitter. Dat kan niet. Nee. Zie je wel? Je bent jaloers, hè, Paul? Carmen, gaat jij nu ook al beginnen? Ik bedoel alleen maar... Ja, uitleggen, dat kunt allemaal heel goed. Zeg, zwijg nu eens. En mag ik het uitleggen, alstublieft? Ja, maar nee, bij Doortje kreeg ik er ook al geen woord tussen. Met reden. Carmen, shut up in je face. Ja, nee, stilte! Ja, maar... Maya, dat is een goeie collega, hè? Dat is een toffe vriendin. Zie je wel. Carmen, alstublieft. Maar Maya is niet geïnteresseerd in mannen. Nee, ze valt meer op vrouwen. Oh, dat is heel verstandig, ja. Bedoelde jij dat... Ja, Carmen, Maya is lesbisch. Dank je, Paul. Mensen, het is niet besmettelijk. Carmen, u moet niet bang zijn, u bent mijn type niet. Jij ook niet? Ja. Maar je weet het, Doortje... Nee, Maya, je gaat niet opnieuw beginnen, hè. Ja, maar zeg. Goh, dat was niet toch... Het is niet waar, zeg. Nee, Doortje, kom, Doortje. Het is ook niet waar. Nee, dat is een serieus misverstand. Ik zie het hier wel. Ja, Doortje, doe zo nozel niet. Wat? Paul is haar type niet. Ja, maar jij hebt gezegd ja, dat dat heb jij dan waarschijnlijk verkeerd verstaan, hè? Ja, maar ja, valt niet op Paul. Nee, ze valt op u. Ja. Oh, hè? Wie? Uw verf gaat niet pakken, hè, vriend. Meneer Boma, wat heb ik nu juist uitgelegd? Ik val op vrouwen. Dat komt goed uit. Ik ook. U merkt, Maya. Dank u wel. Dat is toch wel laat, man. Amai, Bieke, dat was nogal een succes, hè? Ja. Iedereen was zat. Wat jij succes noemt. Wat? Niemand is boven geweest. Boah. Oh, ik ben bek af. Ja, en uw baas ook. Zeg, we gaan dat bed nu niet meer naar boven sleuren, hè? Ja. Slapen wel beneden. Ja. Oei. Ik vrees dat dat niet zal gaan. Waarom niet? Ja. Wigger.